Dames en heren, een hele goede middag. Welkom in Meulebeek, waar er een stevige wind staat en waar het af en toe wat druppelt, wat regent. Welkom op de Berencross, waar de hele top uit het veldrijden aanwezig is om er een spectaculaire middag van te maken. Wij kijken uiteraard weer uit naar dat duel tussen wereldkampioen Wout van Aert, nog niet gewonnen dit seizoen, en zijn rivaal Mathieu van der Poel, al 5 keer gewonnen. 5 keer aan de start en 5 keer gewonnen. Deze Berencross is de tweede Bricocross van het seizoen. We begonnen eraan in Eeklo, dat weet u, en volgende week zitten we in Kruijbeek. Daarna volgen Bredene, Maldegem en Hulst. En dat begon hier eigenlijk al heel vroeg vanmorgen met de nieuwelingen. Een 30-tal jonge crossers stonden aan de start hier in Meulenbeke. En Lennart Belmans en Jetse van Kampenhout gaan het best van start. Dante Koremans die volgt iets later, maar moeten we toch goed in de gaten houden, zoals altijd. Zij bepalen de hele cross bij de nieuwelingen met z'n drieën. Ook Wart Huibs komt nog aansluiten, maar komt uiteindelijk tekort. Het is Dante Koremans die het haalt uiteindelijk in de spurt voor Belmans en Van Kampenhout, die uiteindelijk derde zal worden. Hier zien we de aankomst van Dante Koremans. Zijn 4e zege toch al dit seizoen. En die is dan ook gelukkig daar op het podium met zijn beer in de hand. Rond 11 uur de start van de junioren. Niels Albert was er ook bij. 41 jongens beginnen eraan en 3 mannen zijn het beste weg. De kampioen van Zwitserland, Roulier, Loris Roulier, Gerbe Kuipers en Jarno Belles, die het toch wel moeilijk hebben in de zandstrook hier in Meulebeke. Zij blijven de hele cross samen. En in laatste instantie, dat gaan we zien, is dan die sterke jongen uit Zwitserland die te sterk is, die te snel is voor Kuipers en Bellens. Hier zien we de finish en hij is zeer gelukkig. Loris Roulier, de kampioen van Zwitserland, de beste hier bij de junioren in Meulebeke. Hier zien we de mannen op het podium. En ook zij krijgen hier een beer, net zoals alle mensen op het podium. Voilà, we zijn bijna klaar voor de cross van de vrouwen. Die beginnen rond 14:45, uiteraard met commentaar van Marijn Kastlijn. En wie zit er bij jou vandaag, Marijn? Wel, Geert Wellens zit bij mij. En dat is eigenlijk ideaal voor de mannen, maar ook voor de vrouwen. Want Geert Wellens, een vrouwenploeg, dus dan juich jij het alleen maar toe. 31 vrouwencrossen op televisie dit jaar. Ja, dat is gigantisch. Hè. Als je ziet, 3 jaar geleden, dan spreken we over nog niks of toch over enkele wedstrijden. Maar als je ziet, 31 wedstrijden, dan moet je niet ver nadenken. En dan springen ook sponsors erop. Dan wordt het voor mij ook moeilijker om een team samen te stellen en geven en nemen naar renners. Maar op zich worden alleen maar de rensters daar goed van. En dat is toch wel een beetje het opzet van Sanne Kant, denk ik ook. Maar ja, mijn bedoeling is vooral de jeugd verder te helpen. En die hebben er dan minder baat bij. Maar toekomstgericht is dat zeker meegenomen. Heel belangrijke vrouw die jij daar noemt, Sanne Kant voor vandaag. Voor wie het ook een heel belangrijke cross is vandaag, is voor Jolien Verschuren. Want haar eerste cross van het seizoen na een sleutelbeenbreuk die ze opliep bij de verkenning van Eeklo, de eerste Bricocross een maand geleden. Jolien Verschuren, ongetwijfeld heel tevreden dat je er opnieuw bij bent. Ja, ik mag zeker heel blij zijn dat ik er terug bij mag zijn. Als je zegt, het is nog maar een grote 4 weken geleden gebeurd. Dus als je dan alweer op de fiets mag en mag deelnemen aan wedstrijden, ben ik gewoon heel blij. Natuurlijk, ja, het zal nog niet op niveau zijn dat ik wil zijn. Maar gewoon al erbij zijn en weer wedstrijdritme kunnen opdoen, dat is de belangrijkste doelstelling nu. Je hebt je sleutelbeen gebroken bij de verkenning van Eeklo. Hoe gaat het met dat sleutelbeen? Dat sleutelbeen, ja, momenteel zit er daar een plaat op. Het was een beetje poreus, omdat ik heb 3 jaar geleden mijn sleutelbeen al een keer gebroken. En toen zat er ook een plaat op. En die plaat gaf mij nu irritatie, een van die schroefjes. Waardoor ik dan beslist heb 3 maanden geleden om die plaat uit te halen. En daardoor was dat botje nog een beetje poreus. En daardoor met die valpartij is dat terug gebroken. Nu zit er een nieuwe plaat op. Heb ik die voor de zekerheid ook laten intapen. Dus ik hoop dat het op de schokken stand houdt. Heb je er nog veel last van? Ja, natuurlijk op de schokken en zo, dat voel je wel. En die power om aan het stuur te trekken, dat ontbreekt natuurlijk nog. Maar gewoon genieten dat we erbij kunnen zijn. Dus je verwacht er nog niet al te veel van vandaag? Nee, ik denk dat het belangrijkste is gewoon van echt weer van genieten en dat wedstrijdritme opdoen. En dan vooral zorgen dat ik niet opnieuw een valpartij erop maak. Want inderdaad, waar die plaat is, kan het niet meer breken. Maar dan de dokter zei, ja, zegt hij, als je nu valt, is er wel kans dat er voor of na die plaat gebroken is. En dus dat zou ik natuurlijk helemaal niet willen. Ja, Jolien Verschuren, ze verwacht er zelf nog niet te veel van. Jij, Geert? Ik denk dat het gewoon nog een pak te vroeg is om te crossen. En dan kun je beter die techniektrainingen doen.
met minder risico's, want hier kies je dikwijls niet zelf dat je valt. Dus ik vind het toch wel redelijk tricky om nu al aan de start te staan. Oké, okay, we zien ze daar staan, klaar voor de start. We zijn ook zo meteen bij u voor de start. We gaan er nog even uit en dan zijn we bij u voor de cross van de dames. Dames en heren, welkom opnieuw in Meulebeke voor de tweede Bricocross van het seizoen, voor de Berencross hier. En we gaan zo meteen van start met de dames. Bij mij zit Geert Wellens. Geert Wellens, wat voor een wedstrijd verwacht je bij de dames? Sanne Kant is hier de kloppe man, denk ik. Er zijn er toch wel enkele die aan nu vandaag de neus aan het venster kunnen steken, omdat niet heel de wereld op er is. En die daar in Gieten ook al hebben bewezen dat ze in een top 10 behoren. En die had daar top 10 rijden, die rijden hier top 5 en zelfs voor het podium. Dus hier gaan wel uitslagen komen dat sommige mensen zeggen, hoe doen ze het? Maar er gaan er toch zijn die dat hier misschien wel de neus aan het venster kunnen steken voor later mee te kunnen fietsen. Ja, en we zien daar de wereldkampioenen klaarstaan, gefocust met naast zich Jolien Verschuren. Je hoorde ze daar net al even over haar terugkeer. Eerste cross van het seizoen, Helen Wyman ook klaar voor de start. Zij hier in het hoekje. En gefocust met nog 1 minuut. Nog 1 minuut voor de start. Altijd wel zo'n beetje spannend, die laatste minuut. Ja, en wat mij ook opvalt, is aan de kant leidt hij met een semi-slik, terwijl dat er eigenlijk aan het regenen is op het moment. Dus dat is toch wel een gewaagde keuze. De topjes bezij zijn wel redelijk grof. Maar er zijn toch wel enkele bochtjes bij dat het echt glad wordt als het regent. Dus laat ons hopen dat ze recht blijft. En Helen Wyman gefocust met z'n allen op de rij. In het midden zie je daar Sanne Kant klaarstaan. Het diepst over het stuur gebogen. En Wyman toch al elke week beter en beter. En ik verwacht haar morgen beter dan vandaag. Maar ja, ik heb er enkele trainingen mee gedaan. En ik wist niet dat een meisje zo hard met een fiets kon rijden. En nog altijd, want Helen Wyman, ze blijft maar crossen en ze zijn vertrokken. De dames met in het midden wereldkampioene Sanne Kant. Ook Ellen van Looy is goed weg daar op rechts. Ellen van Looy gaat als eerste die bocht rond het voetbalplein ingaan. Met achter zich onder meer... Ja, Ellen van Looy is ook sowieso altijd een goede starter. Maar als je ziet in tweede positie Ella Andersen en Joyce van der Beke. En Joyce rijdt hier vandaag normaal gezien top 5. En Ella Andersen doet zelfs mee om te winnen. Zelfs tegen Sanne Kant, omdat ze heeft een veel beter jaar dan vorig jaar. Want vorig jaar was het niet echt super. En het zijn die meisjes die het hier vandaag moeten doen in plaats van morgen. Zo hebben we al meteen 2 nummers van de top 5 voor zij die een gokje willen wagen thuis. U heeft er zo net al 2 gekregen van Geert. Wel eens 2 nummers voor de top 5. En Ellen van Looy het veld in... En dan heb je daar Loes Sels, die dat ook al bewezen heeft dat ze goed bezig is. Hebben ze nog last van de jetlag? Dat weet ik niet, denk dan niet. Dat zal wel stilletjes aan het verdwijnen zijn. Maar als je ziet, Arsoufi schuift ook een paar plekjes op in beeld. Het enigste nadeel van Arsoufi is, die is ongelooflijk sterk. Alleen de bochtentechniek is iets minder. En dat heb je hier toch ook wel nodig, omdat het toch wel een snel bochtig parcours is. Een heel mooi parcours. Bij de meisjes is dat de eerste 2 ronden wat wringen. En dan komt hij op zijn plaats terecht en dan is het eigenlijk de power dat de bovenhand haalt. Ja. Jolien Verschuren het eigenlijk, zoals ook bekend, heel, heel slecht starten. En als ze dan geen force hebt voor aan haar stuur te trekken, dan zie ik ze vandaag ook nog niet echt super hard opschuiven. Maar voor haar is het allemaal een training vandaag, dacht ik. Ja, dat zei ze ook, want ze heeft inderdaad nog wel last van dat sleutelbeen gebroken bij de verkenning van Eeklo begin september, 10 september. Een paar dagen ervoor tegen een balkje en sleutelbeen opnieuw gebroken, want ze had het al eens gebroken 3 jaar ervoor. Had dan deze zomer een plaatje laten wegnemen omdat het irriteerde, maar ja, zo maak je het natuurlijk opnieuw nog wat poreuzer. Hier zijn ze een beetje aan het tuwen met Alvarado en Loes Sels. Omdat Loes wil topschuiven en die zie je ook de manier van Ellen van Looy durft de eerste 2 ronden wel eens een klein beetje het verschil maken. En Loes is vandaag op dit parcours gedreven, hè, want morgen is niet echt haar parcours. Ik weet zelfs niet of ze start, maar vandaag is dat ook wel op haar lijf geschreven. En ze weet ook dat ze hier tussen dit deelnemersveld een mooie uitslag kan rijden. Maar dan heb je Alvarado, opkomend talent in Nederland. Ja, die is ook blij dat ze hier tussen zit en die gaat dat zeker niet laten liggen voor zo lang mogelijk te volgen. Tegen iemand van 17 jaar duwen, die geven niet rap af. Nee, terwijl er daar vooraan een paar ervaren rotten zitten, zoals Ellen van Looy, zoals Loes Sels.
Ja, ik vind ook bij de meisjes, je ziet dat te weinig, vind ik, van dat duwen en dat trekken. Oké, het moet nog sportief blijven. Maar dat mag iets brutter zijn, gelijk te zeggen. Want bij de man is dat gewoon dagelijkse kost. En als je dat bij de meisjes doet, dan ben je gek. Maar ja, dat is wel cyclocross. Dat is ook een beetje een contactsport. En zeker in de eerste ronde. En dat moet je zeker niet laten doen. Ja, want als je in de eerste ronde je inderdaad laat doen, dan ga je al meteen wat plaatjes verliezen. En als er dan iemand snel weg is, zoals misschien straks bij de heren, dan moet je oppassen of Ellen van Looy hier ook al meteen halfweg die eerste ronde al goed aan het doortrekken, zoals ze wel vaker doet. Zoals ze dit jaar ook al vaker heeft gedaan. Ja, en die verschillen gaan nu nog groter worden, hè, want ze gaan richting de zandbak. Die daar best wel slecht ligt, maar op zich niet minder. Want een zandbak moet je doen als obstakel en niet om erover te vliegen tegen 50 per uur. En dan ga je nu zien van plek 1, 2 en 3 en 4, dat gaat nog. En dan begint het gesukkel in de zandbak en dan worden de verschillen al gemaakt vanaf plek 5. Ja, want als er iemand voor jou in de fout gaat, dan zit je natuurlijk gewrongen, zoals Lucels. Lucels was er aan het doorrijden, maar werd dan opgehouden door Ella Anderson. En zo moest ook zij voet aan de grond zetten. Helen Wyman loopt door het midden met achter zich Sanne Kant. Ja, en hier krijgen we de Heestraten vol in beeld. En als je ziet, Sanne komt nu lichtjes voorbij gestoken en ze zie het ook een beetje allemaal af. En Sanne moet vandaag niks, maar het is toch wel altijd leuk dat ze terug opnieuw dat goede gevoel kan te pakken krijgen na gieten, want dat was toch wel even paniek. Maar daarvoor geen ramp en ik denk dat Sanne morgen toch wel meer ambitie heeft voor vandaag, maar het is en blijft een tv-cross en dan is gewoon dat belangrijk dat je voor de overwinning gaat. Ja, en Sanne Kant is ook zo iemand die het niet laat hangen. Als zij start in een cross, dan wil zij ook altijd wel winnen. Ja, op zich is dat ook een verplichting, hè. Dus je rijdt in die trui rond, dan kan je al niet anders. Plus, de organisator heeft toch wel wat budget over u. Dan kan je hier ook niet gewoon rondrijden, precies of het interesseert u niet. En zo zit Sanne ook niet aan elkaar. Dus dat zie je daar wel. En ik denk dat er zo wel veel renners zijn die weten van oké, ik moet hier waar voor mijn geld brengen, want daar komt het op neer. En nu is het voor haar gewoon even afwachten. Maar als je ziet, de verschillen worden toch al groot. En Sanne, zoals vorige week, voor dat al meteen dicht te rijden op Ellen van Looy, dat weet ik niet. Maar Ellen van Looy was vorige week dan ook een pak minder. Maar de verschillen beginnen toch al aardig op te lopen. Ja, en Ellen van Looy hier door de dubbele materiaalpost. Ze rijdt niet binnen, dat is uiteraard nu nog helemaal niet nodig. En Jan Suikens die sprak met haar voor de start met Ellen van Looy. Ellen van Looy, vorig weekend met een heel dubbel gevoel afgesloten, neem ik aan. Moet opgeven in gieten, wat was er juist aan de hand? Geen goed gevoel, niet sterk genoeg, niet fysiek en mentaal. En ja, gewoon, ja, jammer genoeg, de Bruin moeten geven. Moet niks, maar nee, het was gewoon op. Ik kan het niet anders beschrijven. Is het allemaal terug nu? Het is nooit weg geweest, eigenlijk. Ja, ik heb het in gieten achtergelaten, dat gevoel. En ik ben gewoon, ik heb doorgespoeld, ik heb goed getraind deze week. En meteen dat ik er gewoon toch klaar voor ben. Wat zegt het parcours? Draaien en keren, heel droog. Droger dan gedacht. Ik weet natuurlijk niet hoe dat het hier qua regen zit. Het is een snel parcours. Er zijn wat extra lusjes ingemaakt. Wat dat misschien niet nodig was, maar ja, zo ligt erin, punt. Verwacht jij een duel vandaag of verwacht jij iets anders? Het zou moeilijk zijn om echt te groot, denk ik. Moeilijk om echt kunnen weg te rijden, omdat het nog wel... Of ja, net misschien niet, omdat het net zoveel korte of snelle opstapeling is van korte bloesjes en bochten. En misschien dat de zandbak doorslaggevend kan zijn. Voor mij is dat ik toch altijd aan de start sta met gedacht om zo hard mogelijk te rijden. Dan zal ik wel zien in welk groepje of waar ik uitkom. Veel succes, bedankt. Ze start met het idee om zo snel mogelijk te rijden en dan wel zien waar ze uitkomt. En voorlopig lukt dat uitstekend, want... Snelste vertrokken in de eerste ronde. Ze komen nu opnieuw op die atletiekpiste onderweg naar de finish. En ze vroeg zich af, ja, is dit parcours wel geschikt om meteen grote verschillen te maken? En dan bedacht, ja, misschien met die bochtjes, met dat draaien en keren toch wel. Het zijn nu nog maar een paar secondjes, terwijl we Sanne Kant met Helen Wyman over de aankomst zien komen. En goed begonnen is niet altijd half gewonnen, maar ze doet het toch altijd maar. Ja, en dit is ook een parcours. Hier is maar één lijn en dat is uw eigen lijn. Want in het wiel kan je niet vol in het wiel zitten. Of toch zeker niet bij de dames, omdat er komen zoveel bochten in. Dan moet je toch altijd een beetje opletten van waar moet ik fietsen. En dan is het beste van op kop te gaan rijden. En
Als je ziet dat Alvarado hier naar de tweede plek gaat. Waarvoor chapeau voor die leeftijd, maar dan zie je toch dat het toch niet snel genoeg gaat. En dat Sanne Kant rap op de tweede plek zal zijn voor het proberen Ellen te pakken. Want het geeft Ellen een 20 seconden en ja, die valt niet zo snel stil als een jeugdig iemand. Dus ja, je moet er naartoe. Hè. En het is niet ver. En als je hier, like Alvarado, is heel sterk. En Gieten ook altijd van voor gefietst en dan op laatste wel wat teruggevallen. Maar Gieten is toch wel een beetje zwaarder als vandaag. En hier Lou Sels in de achtervolging op Ellen van Looy. En de coach van Ellen van Looy, Chris Wouters, die staat bij Jan Suikens. Chris Wouters, de start is voor Ellen van Looy. Traditioneel start ze sterk. Ja, natuurlijk. Maar ik denk ook dat er een beetje twijfels van vorige week even moeten weggereden worden. En ze doet dat heel goed. Voelde zich goed voor de start. Dus we zien wel hoe ver die wedstrijd nu gaat dragen. Het is natuurlijk nog niet gedaan. Er komt natuurlijk nu reactie. Ik verwacht ook nog wel dat Sanne nog wel gaat een beetje weerwerk geven. Dus maar wat ze nu heeft, ze rijdt haar eigen wedstrijd. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Wat was er volgens jou aan de hand vorige week in Gieten met Ellen? Nou, ik denk gewoon dat het een beetje de jetlag was. En dan in combinatie met de zware wedstrijd van Neerpel toch wel. En vandaar dat ze een beetje minder gefocust was. Ze vertelde ons dat ze haar niet volledig kon focussen. Ik heb zelf ook de week voordien zo die jetlag gehad. En dat die focus is dan wel heel belangrijk. En die ontbrak haar zondag. Maar ik denk dat dat geen reden was tot paniek. En vandaag bewijst ze al dat dat maar een toevalstrijver was. Iedereen kan een mindere dag hebben. En dat is nog niet het einde van het seizoen, denk ik. Bedankt, Chris. Dit is nog niet het einde van het seizoen. We zitten inderdaad nog maar begin oktober. Terwijl iedereen hier op het wasbord, dubbel wasbord, want zometeen nog eens, ze doen hier het bochtje even door het bos. Dan de trapjes op, zoals Ellen van Looy hier doet, zoals Alvarado doet, zoals Lou Sels doet. En dan gaan ze opnieuw naar het wasbord. En het loopt toch allemaal weer een beetje samen. Ja, en gelijk nu, Sanne is aan een opmars bezig. Hè, dus ze gaat op het wasbord waarschijnlijk ook al anders proberen passeren. Maar dat is niet zo simpel. Het wasbord ligt nu wel een pak beter dan vorig jaar. Want vorig jaar was het echt wel gevaarlijk. Het had wat geregend. Of zelfs droog, maar het lag gewoon veel slechter. Maar Alexander is zo stilletjes aan plaats kunnen opschuiven. En Ellen heeft een mindere ronde voor zich, denk ik, van zo'n snelle start. Als je ziet, ze rijdt niet veel verder meer weg. Maar op dit parcours, als je 10 seconden pakt, is heel ver. Dus vanaf dat het die richting uitgaat, dan zal het moeilijk worden. Maar je ziet dat ze korter komen en dan is de zandbak er weer. En het is vooral ja, puur op de techniek. Hè. Techniek, interval en kan je niet goed op en af springen voor de trappen te pakken of de balk te pakken. En daar zit het niveauverschil bij de dames wel heel verschillend. Zoals je hier ziet, iedereen loopt met de fiets ernaast in het begin van de renners hier. En staan met de fiets in de nek en die looppassage, dat gaat toch een stuk vlotter dan de rest. Dus ik zie ze zeker nog opschuiven. En hier heb je als Sofie ook al. Dat is straks 3-4 plekken daarachter. Dus dat is zo iemand van die heeft het enorm lastig in de eerste 10 minuten van de wedstrijd. En dan zie je die gewoon eigenlijk indrukwekkend opschuiven. Dat is altijd in de achtergrond, maar dan zie je pas hoe sterk dat zo iemand is. En daar gaan we later nog van horen. En ook van Alvarado, die hier op de tweede stek rijdt. Ja, hier lopend naar boven. En daar is Arzoufi. Bij jouw broer in de ploeg, bij Stijlaard Bedfirst. En een later aan het seizoen begonnen dan de rest. Geen Amerika gedaan, geen Eeklo gedaan. Wel Vorselaar, Neerpelt en dan Gieten. Maar ja, ze had ook een enorm zwaar wegseizoen. Achter de rug klassiekers gereden. Gent-Wevelgem, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel, Giro gereden ook. Dus ja, dan is het logisch dat je even wat je voet van de gas neemt. Ja, dat is indrukwekkend eigenlijk. Als je ziet, ik heb nu iemand nieuw in de ploeg gepakt, Nicola Noskova. En zij begint volgende week in Tsjechië een lokale wedstrijd en zondag in Zonhoven. Ja, zij heeft ook Giro Rosa gereden, Tour de Féminin. En die rijdt er top 10 in een klassement tussen alle toppers. Dus dan is rust toch ook een beetje aan de orde. Maar dat zijn andere mentaliteiten die rijden gewoon tot als ze kraken, denk ik. Maar dat is toch een andere mentaliteit dan wij Belgen. Eigenlijk de snaakjes toch wel een beetje verwend zijn. En zeggen, nou, laat de zomer maar komen, we maken er een lange vakantie van. Maar ik denk dat dat dan toch wel het niveauverschil geeft naar de toekomst toe. Buiten enkele personen. Dus ik denk dat daar België misschien iets harder in moet worden.
Ja, en Arzoufi stond er ook meteen. Derde in Vorselaar, dan vijfde in Meerbeeld, negende in Gieten. Dat is nog niet meteen heel super, maar als je weet dat je uit zo'n zware zomer komt, uit zo'n zwaar wegseizoen komt, gaat ook in België wonen. En om het nog wat beter te leren, om ook die techniek nog wat meer te leren, want dat zei je daar net al, hè, daar zit het probleem nog een beetje. Ja, die heeft de eerste weken gewoon echt volop, drie, vier keer per week in dat veld getraind, terwijl anderen dat één keer per week doen. Maar ja, als je al zoveel op de weg hebt gefietst en techniek is het niet zoals het hoort, dan moet je gewoon in dat bos trainen. En daarmee zijn niet de parcours op haar lijf geschreven vandaag. Maar morgen rond ze dat weer wel. Daar ben je supersterk moeten voor zijn. En zoals Wereldbekers in 7, vorig jaar was ze daar derde. Dat zijn wedstrijden, ja. Dat is gewoon pure power en moet je niet zo goed kunnen sturen. En, maar als complete crosser moet je vandaag ook wel kunnen en dat is toch wel een beetje te kort. Ja, namen ook. Vorig jaar vierde, dat is ook iets voor krachtpatsers. En als je ziet, gelijk Alvarado, heel jong talent en ze heeft wel als enigste naar Ellen Valoy. Terwijl de andere subtoppers en toch wel de gemiddelde leeftijd hebben. Ik kan allemaal dertigers buiten staan aan de kant. Dat toch wel naartoe fietsen, dat is zo'n jong talent. Ze staat een beetje bekend dat ze een beetje terugvalt, maar nu is dat puur op de adrenaline. En ik zie hier de cross van haar leven rijden op dit moment van het seizoen. Ja, Lucels op 7 seconden van het topduo. Nog 5 ronden te gaan. 7 rondes in totaal voor de dames. Hier komt Alice Maria Arzoufi. Joy is een beetje teruggevallen naar een sterke start. Ja. Dan beginnen de verschillen al op te lopen. Dus de top 3 is al gepasseerd aan de meet, dat sowieso. En ik zie Sana toch nog wel een snelle ronde rijden. Omdat ze nu ook nog maar net over Andersen en Weyman is gegaan. En je ziet dat het gaat wel. Maar ze zit toch een beetje gevrongen op haar fiets, vind ik. Ja, en Helen Weyman die er nu opnieuw ook wat voorbij gaat. Sanne Kant even wat een verbetertrek op haar gezicht. En als je ziet in de verte, Kim van den Steenen, wat me nu opvalt. In de allereerste ronde zat ze echt ver. Dus als je ziet dat hier Kim van den Steenen al is, toch ook een hele laadbloeier, zoals Ellen Valoy vroeger. Ik zie die zelfs vandaag nog heel sterk opschuiven. Wat toch wel indrukwekkend is. Ja, en nog altijd geen Jolien Verschuren gezien. Zij hangt op een minuut van Ellen Valoy. Dus wat ze vooraf zei, wat ze vooraf zelf voelde, dat lijkt ook waarheid te gaan worden. Ik heb nu wat crossen nodig om er opnieuw door te komen. Ze hoopt vooral goed te zijn. Daar komt ze in de achtergrond als laatste daar. Verschuren, zij. Ja, en dit is niet een plaats van Jolien Verschuren. Hè. En daarmee dat ik dacht van het is gewoon veel te vroeg om zo'n wedstrijd. En als ze zegt wedstrijdritme, denk dat Jolien weer het karakter heeft van helemaal alleen eens even op de Kluisberg te volle bak te gaan trainen. Maar dit, ik denk dat Jolien misschien wel sterk is in haar hoofd, maar ik zou het gewoon worden. Voor de moraal zou ik hier gewoon even stilletjes wegblijven. Maar ja, de sponsor blijft uiteraard dan ook niet tevreden. Dus dat is eigenlijk een beetje een dubbele werking. Maar ik denk voor haar toekomst als veldrijder dat ze toch wel een paar weken even had moeten wachten. En in één keer uitpakken. Ik denk dat dat veel interessanter was. Maar ja, die planningen maken wij niet in haar plaats. En ik zie Jan Suikens daar klaarstaan met de vader van Jolien Verschuren. Het is aan jou, Jan. Frankie Verschuren, is Jolien te snel teruggekomen? Is ze te snel terug aan wedstrijden willen komen doen? Ze had wel een groot verlangen om terug in het veld aan te treden. Ik denk niet dat het te snel was, maar we hebben vandaag beslist om geen onnodige risico's te pakken. Omdat hier altijd een kant om valpartij mogelijk is. Het is een parcours met veel draaien en keren ook. En ze hebben gewoon gezegd voorzichtig gaan doen, zeker deze 2-3 weken. Dus echt een training? Een doorgedreven training van maken. Want tot nu toe heeft ze nog echt geen veldtrainingen gedaan of niet. Omdat ze het ook niet mocht voor de schokken voor haar schouder. En vandaag was het eigenlijk echt de mogelijkheid om eens een gedreven training te maken. Ze wil er staan op de Koppenberg op 1 november. Is dat haalbaar? Normaal gezien fysiek zal dat zeker haalbaar zijn. Zien kijken dat de schouder reageert na een wedstrijd of iets. Niet te veel stijfheid, last ervan of iets. Maar normaal gezien moet dat kunnen lukken. Bedankt, Frankie. Ze is ook blijven trainen. Op de rollen dan uiteraard, want met een
Schouder met een sleutelbeenbreuk kan je niet op de weg gaan trainen. Zeker niet in het bos, zeker niet in het veld. Ze is op de rollen blijven trainen. En ja, ze enceneerde daar dan een beetje opnieuw die Vogezenrit van op stage. Zo kon ze blijven trainen, maar dat is natuurlijk nog wat anders dan in het veld rijden. Wat ook wel meegespeeld zal hebben. Op 25 kilometer van haar thuis zitten we hier. Dus ze zal voor eigen volk zo gebrand erop geweest zijn om hier opnieuw te starten. Ja, maar het is alles behalve professioneel, vind ik zelf. Omdat als je, zoals vader zegt, van nog geen enkele veldtraining afgewerkt. En dan in één keer tussen de leeuwen worden gegooid. En de kans op een valpartij, vooral in de stad, is zo groot. Dan moet je toch op zijn minst eens een keer even getest hebben in het bos. Want ik kan het moeilijk geloven van niet. Van hoe dat je op die fiets zit met dat sleutelbeen. Dan vind ik het een beetje zotte werk. En Ellen van Looy laat het zeker niet aan haar hart komen. Zij nog altijd met Alvarado op pad. En hier het groepje erachter met Lou Sels en Sanne Kant. Foutje. Klein foutje van Sanne Kant. En Ellen van Looy die gaat nog steeds vlot. Is Alvarado weer een klein beetje kwijt. In de eerste ronde reed ze weg van de rest. En nu is ze opnieuw bezig om haar enige gezellin weer wat op achterstand te zetten. Het zou ook geen ramp zijn, Alvarado is een beetje lost. Hè. Ik heb ze al veel op wedstrijden aan het werk gezien en je ziet ze echt elke week beter en beter. Maar zo naar het einde van de wedstrijd toe wordt het moeilijker en moeilijker. Maar dat is ook logisch op die leeftijd. Je kan die 40 minuten echt volgaan. En de adrenaline houdt je gewoon bezig met die tweede plek. En je rijdt daar tussen toppers waar je naar opkijkt. Dus dat is sowieso al een motivatie. Ze doet het eigenlijk gewoon heel goed. Ja, en ze geeft zich niet gewonnen. Ze knokt zich weer naar dat wiel van Ellen van Looy met een soepele tred. En daarvan achter wordt het toch een beetje tijd dat ze gaan komen. Omdat Sanne is nog altijd niet voorbij Lou Sels. Dus het wordt toch een beetje tijd. Als ze echt wil gaan voor de overwinning, dan gaat ze toch moeten gaan opschuiven. En hier in de zandbak is het afzien. Het is niet de langste zandbak, het is niet de zwaarste zandbak, maar je ziet ze toch, ze komen uit die bocht. Dus je komt er niet op volle snelheid aangereden en dan heel vroeg van de fiets. Terwijl Ellen van Looy hier alweer aan de balkjes is. Hier kom je ook ongelooflijk snel aan. Het is wel een kleine chicane dat voor die balkjes ligt. Maar je komt daar in volle snelheid van een brug. Nou, dan moet je toch een beetje in de remmen gaan voor deftig over die balk te gaan. Want niet iedereen kan à la Bert Willis met een vliegende fiets. Dus het is een redelijke snelle passage van de balk. En zij blijft doorbijten. Je ziet die verbeten blik. En daar komt Sanne Kant. Nu toch voorbij Lou Sels. Lou Sels nog altijd in haar wiel. En Sanne Kant gaat op zoek naar deze twee. Naar de Nederlandse en de Belgische op kop. En daarachter twee Belgische dames. Sanne Kant hier en Lou Sels in haar wiel. En daarna zie je dat bijvoorbeeld Ellen de sterkste is. Op de rechte stukken en vooral op de power. Maar vanaf dat er wat bochtwerk aan de pas komt, dan zie je Alvarado toch weer terug kort komen. En dat is die jeugdige leeftijd. En gewoon ook iets betere bochten pakken. En ik zie ze ook niet zomaar direct lossen. Dus het is echt wel hoog tijd inderdaad dat Sanne er gaat komen. Maar ja, ik denk dat Sanne vooral haar zin heeft gezet op morgen en vandaag de neus aan het venster steken. En toch weer bang afwachten voor dat goede gevoel terug te vinden na vorige week. Want het heeft wel te maken met een Amerika-trip, maar het is toch altijd wel paniek dat je in één keer niet meer op dat podium staat, terwijl je eigenlijk gewoon bent. Dan is het sowieso paniek. Ze gaan dat niet direct zeggen, maar dan is het sowieso paniek. Nog vier ronden. 3 secondjes achterstand voor Alvarado. 10 seconden voor de drie dames. Terwijl hier Ardzoufi en Helen Wyman over de finish komen op een dikke 20 seconden. En Ellen van Looy weer wat metertjes voor op Alvarado. En Sanne Kant komt daarachter met Lou Sels, met Ella Anderson. Die wat achter. En daar een schuivertje van Ellen van Looy. Nee, schud ze. Ja, die bochtjes liggen er af en toe. En zo komt Alvarado nu naar de kop van de wedstrijd. Voor de eerste keer vandaag iemand anders dan Ellen van Looy op kop. Alvarado profiteert van de schuiver van Ellen van Looy. Even nog kijken of het materiaal nog allemaal goed zit. Want in die bochtjes, ja, sommige bochtjes, het heeft niet heel hard geregend. De afgelopen dagen wel, maar het is hier niet heel modderig. Maar sommige van die bochtjes tegen je toch een beetje glad. Ja, het heeft eigenlijk gewoon te maken met je gaat parcours verkennen. En je rijdt maar 2 rondjes, dus die tube voordat die vol met modder hangen, dan rij je terug naar de camper en ga je omkleden voor de wedstrijd.
Maar nu moet het niet gewisseld worden. En, ja, je hebt geen modder aan je fiets hangen. En die tuben beginnen stilletjes aan vol te lopen met modder. Omdat het water komt omhoog op de grond. Omdat er zoveel wordt over gefietst. En als je dan op een asfaltweg, die jij hier best een glad asfalt, zoals we zeggen. En die modder hangt in die tuben, dan is het eigenlijk gewoon spiegelglad. En als je dan vol in die bocht gaat en je voorwiel schuift weg, ja, dan ben je gezien. Maar zo komt ze aan de kant wel in één keer 5-6 seconden dichter, zonder eigenlijk, om het zo maar te zeggen, een trap te geven. En je ziet dat dan de wedstrijd heel snel in een andere plooi kan liggen. Ja, en Ellen van Looy kan wel niet in tweede positie blijven zitten. Ze gaat meteen weer over Alvarado. Hier Ellen Anderson, die in vijfde positie rijdt. En hier de top 2. Toch wel heel merkwaardig. Als je echt ermee bezig bent in de wedstrijd zelf, dan zal ik voor, ook al is mijn fiets volledig in orde. Ik had gewisseld. Omdat je weet nooit dat nu die versnelling blijft hangen. Het is allemaal elektronisch schakelen. Toch mee oppassen. Je heeft sowieso een slag gehad op die asfalt. Dus een beetje binnengaan had zeker geen kwaad kunnen en ook niks verliezen, want dan had ze gewoon in tweede positie gezeten. Maar het is nu de adrenaline dat de bovenaan haalt en een beetje boos op zichzelf, denk ik. Ja, ze keek er ook wel even naar haar versnellingsapparaat nadat ze gevallen was. En hier Sanne Kant in derde positie. En Christophe Roodhoofd, die staat bij Jan Suikens. Christophe Roodhoofd, even onder de boom gaan staan, want het is feller beginnen regenen. Sanne Kant is op komst, hè, naar de kop van de wedstrijd. Ja, ze is natuurlijk een beetje geholpen geweest daarnet door die valpartij van Ellen van Looy, maar de cross was ook nog 4 ronden te gaan, dus ze had ook nog wel even tijd. Ja. Hoe gaat het met Sanne? Twijfelde ze na Gieten bijvoorbeeld? Ja, afgelopen week was het al wat beter, maar supergoed is het eigenlijk nog niet geweest naar Amerika. Dus nog even afwachten. Ik verwachtte dit weekend niet echt een topweekend nog niet. Is dat nog altijd die jetlag van Amerika of waaraan wijd je dat? Ja, ik heb er zelf ook last van gehad en met ons nog renners in de ploeg. De ene gaat er duidelijk beter mee om dan de andere. En ik zeg het, ik had dit weekend nog geen topweekend verwacht van Sam. Maar misschien zit er toch nog wat in vandaag. Ja, dat is altijd mooi natuurlijk. Hè. Als je niet de topconditie hebt en dan toch kunt winnen, dat is dubbel meegenomen. Dankjewel. Je hoort niet alleen de regen, maar je hoort ook de wind. Ik heb daar precies weinig last van hier, Geert. Ja, ik voel het een beetje trekken in mijn nek, omdat de deur misschien half opstaat. Maar dat is ook wel een reden waarom het wel ooit gevallen is. Hè. Het begint harder en harder te regenen. Nou, wij zien dat hier nu niet, omdat de wind misschien van achteren komt en niet op de ramen zichtbaar is. Maar ja, de asfalt wordt ook een beetje nat. En dan ga je het ook harder schuiven. En ja, dan wordt uw fiets een beetje ongecontroleerd. En dan heb je dat niet altijd in de hand, hoe technisch je ook bent, dat je in dat veld draait. En ik denk dat bij de mannen de snelheid aan een pak hoger gaat liggen. En dat daar dan de schoonheidsfoutjes, zoals ze zeggen, dat daar het verschil gaat gemaakt worden straks. Ze blijft wel vechten, Sanne Kant. Christophe Roodhoofd verwachtte nog geen topweekend door die jetlag onder meer. Je hoort dat toch bij heel veel dames en bij heel veel mannen en bij heel veel mensen van de entourage. Dat weegt wel op de renners, die trip naar de Verenigde Staten. Ja, maar bij de mannen is het verschil nog kleiner, omdat iedereen uit een top 10 die heeft in Amerika gezeten. Dus dan strijden ze nog steeds met gelijke wapens. En bij de dames zijn er enkele die dat niet hebben gedaan en die zitten buiten Alvarado niet echt in een top 3. Dus ik denk dat als ze slecht zijn, dat toch wel een beetje die uitvlucht is. En als ze goed zijn, dat het dan in één keer allemaal wel goed gaat. Dus op zich is dat ook ergens wel logisch. Maar als ze hier staan, dan is gewoon stelselmatig aan het opbouwen. En wat ik nu kan zien, is dat Sanne morgen een veel betere dag gaat hebben dan vandaag. Dat is ook een beetje de ervaring, je wordt wat ouder. En dan wordt je gewoon hoe langer je fietst, hoe beter. En dat is nu het geval. Maar laat Sanne Kant nu niet even de overwinning, want dan denk ik dat, ja, dat Sanne toch wel sowieso hier in aanmerking komt voor de overwinning. Ja, en dat gaat ze zeker niet laten liggen, zoals Christophe Roodhoofd zei. Als je op een slechte dag in een slecht weekend de overwinning kan meepakken, en hier zien we Jolien Verschuren toch wel bijten. Het is afzien in haar eerste cross van dit seizoen. En ze was zo blij dat ze opnieuw naar de cross kon. Ik reed vanochtend achter de camper van Jolien Verschuren naar hier.
En ik zette iets op Twitter over die Kemper zal blij zijn dat hij opnieuw naar de cross kan komen. En ze reageerde meteen, ja, ze was heel blij dat ze opnieuw kon crossen. Maar het is nog een beetje afzien, want crossen is zoveel leuker als je ook echt in vorm bent. Zoals hier Ellen van Looy. We gaan naar een kopgroep van vier met Ellen van Looy, Sanne Kant, Alvarado en Lou Sels. We gaan er even uit en zijn zo meteen bij u terug bij voor het tweede deel van de dames. Voor het beste applaus. Powelsaus. Waar of welk vastgoed ook, wij krijgen elke eigendom verkocht. Vastgoedservice. Voor de makers. Brico. Dit is Noah. Veerle, zijn mama. En dat ben ik. ProExpress Care, de stoomgenerator van Calor. Noah's kimono moet perfect zijn voor zijn gordelexamen. Een makkie, dankzij mijn superkrachtige stoom. En met mijn kalkcollector om kalk te verwijderen, blijft hij net zo krachtig tot aan de zwarte gordel. Calor. Win jij 100 euro? Kijk snel in jouw leeszak of er een blauw kaartje in zit. De nieuwe Kia Stonic. Een design met een uniek karakter. Slimme technologie. Innovatief. En verrassend. De krachtige en flexibele motor zorgt ervoor dat u uw leven ten volle beleeft. Zonder te moeten stoppen. De nieuwe Kia Stonic. Daar krijgt u niet genoeg van. Ontdek hem nu bij uw dealer. Ik groeide op tussen de spinazie. Het is meer passie dan werk. En zelfs onze jongste weet dat onze spinazie meteen wordt diepgevroren om de vitamine te behouden. En met wat room erbij krijg je een unieke smaak op je bord. En op het bord van je schatten. Spinazie met roomsaus. Met veel liefde. Van Iglo. Ontdek ook onze heerlijke nieuwe groentebakjes. Supersnel klaar in de microgolf. Met de Sprinter wint u altijd. Mercedes-Benz Vans. Born to run. Wat maak jij als je niet naar Brico Cross kijkt? Voor de makers, Brico. Dames en heren, welkom opnieuw bij de Brico Cross in Meulebeke. En dit is de nieuwe leidster. Dit is Sanne Kant voor Ellen van Looy en Lou Sels. Met z'n drieën, alhoewel met z'n drieën Sanne Kant, dat is bijna erop en erover. Zo pas is ze bij Ellen van Looy gekomen samen met Lou Sels. Alvarado die is daar weggevallen, letterlijk en figuurlijk. Maar Sanne Kant laat er nu geen gras meer over groeien. Zij meteen hier aan de dubbele materiaalpost. Ja, en als je ziet nu, dat wasbord komt eraan. En Sanne heeft haar wedstrijd heel goed opgebouwd. En eigenlijk tot in het professionele. Hè. Dus ze weet perfect waar ze mee bezig is. En dat wasbord dat er nu aankomt. En die technische bordjes, daar steekt ze toch wel een beetje erbovenuit ten opzichte van de andere twee. En dan gaan ze het daar gewoon moeilijk hebben voor dat wiel te pakken. En dit was met hekken over de sloot voor Ellen van Looy. Dan zit er een beetje een moeilijke ronde en dan is de vogel gaan vliegen voordat je het weet. Ja, en hier de drie achtervolgsters. Alice Maria Arzufi die rijdt daar op kop van de achtervolgsters, terwijl we hier bij de leidster zitten. Maar hier krijgen we de achtervolgers op het koptrio met Alice Maria Arzufi, met Alvarado, de Nederlandse. Dit is Ella Anderson in laatste positie van de drie. Ik had nu ook gezien, omdat nu de regen het terug wat meer. En je ziet Alvarado afzet en ze schuift weg op de trapjes. Ik denk dat we daar, dat organisatie daar misschien nog wel eventueel een matchen of zo oplegt. Omdat ze schuiven echt enorm hard. En je kan niet weg naar voren, maar je kunt nog altijd wel naar links en naar rechts schuiven. En, ik vind het toch een beetje riskant van daar gewoon een bloot houten balk. Dat is voor de veiligheid denk ik dat het niet optimaal was. En hier de zandbak. Sanne Kant ook meteen van de fiets. Maar we hebben daarnet al gezien dat ze er heel snel doorloopt. Zij fiets op de schouder. Ellen van Looy, verbeten blik. Zij met de fiets naast zich. Om toch maar proberen bij Sanne Kant te blijven. Lou Sels
Zij moet zich al een paar metertjes gewonnen geven. Hier Arzufi ook, fiets op de schouder. Elle Anderson in laatste positie daar. En Alvarado, zij met de fiets naast zich. In een poging om naast Arzufi te komen. Maar hier de leider in de cross, Sannekant. Oh, Ellen zal bekend op het wiel zitten terug. Omdat Ellen pakte toch wel in de zaandstrook een heel goede passage. En dan zie je dat 1, 2 seconden eigenlijk iets van niks is. Maar dat kan de volgende ronde weer helemaal anders zijn. Dus het is eigenlijk op dat vlak is het echt, vind ik persoonlijk, een supermooi parcours. En spijtig dat Alvarado toch gevallen is, volgens mij, buiten beeld. Maar ze zit echt wel te wringen voor voorbij Arzufi te gaan. Dus ik denk dat ze hier wel zelfs kans maakt op een podium. En dat is misschien zelfs nog niet gedaan. Dus ze geeft echt wel een goede indruk en een agressieve indruk. Dus ik zie ze nog ver komen. Ja, en ze weet, Alvarado, dat ze best voor Arzufi rijdt op dit technisch parcours. En Sanne Kant op kop met Ellen van Looy dicht bij zich. En Kevin Kant, de broer van Sanne, die staat bij Jan Suikens. Ja, Kevin Kant, je staat hier klaar met een fiets voor Sanne. En daar komt ze af. We zullen die wissel misschien even meepakken als het nodig is om te wisselen natuurlijk. Nee, ze rijdt door, Sanne. Dus dan kunnen we nu even een vraag stellen aan Kevin. Kevin, wat heb je haar net nog toegeroepen? Ja, dat ze nu moet doorzetten. Het is denk ik wel het moment. Ze is rustig in de koers gekomen eigenlijk. En ja, ik denk dat het nu wel het moment is om echt dat kloofje te maken. Christophe Roodhoft zei, ja, Sanne, ze is nog niet top. Maar heb jij dat gevoel ook? Ja, ik denk het wel. Klopt inderdaad. Amerika was goed. Maar dan dat terugkomen krabt toch wel een beetje bij haar in de kleren. Dus ja, dus even zoeken nu terug. Maar we moeten zeker, het is zeker niet dramatisch slecht of zo. Nee, want als je op die manier toch nog kan winnen bijvoorbeeld vandaag, en dat zit er wel in, dat is natuurlijk niet slecht. Nee, zeker niet. En er komen nog heel veel wedstrijden aan. Hè. En nog lastige crossen ook nu mee. Morgen bijvoorbeeld Rolsenal. Dus dat komt wel goed. Dankjewel, Kevin. Ja, en laat ons inderdaad zeker niet dramatiseren. Ze heeft eerste in Eeklo, dan in de Wereldbeker in de Verenigde Staten. Derde in Iowa, eerste in Waterloo. Staat ook eerste in de Wereldbekerstand. En dan inderdaad zesde in de Superprestige in Gieten vorig weekend. Maar dat is zeker nog niet dramatisch. Sophie de Boer die was hier ook vandaag aangekondigd. Ze ging ook komen. Maar vanochtend, ja, beginnende oorontsteking. En vandaar niet hier. En als het niet verergert, start ze morgen in Ronse wel. Maar voorlopig zien ze dat nog niet zo goed komen. Beginnende oorontsteking. Dus ja, toch hier en daar wel wat kwaaltjes bij de renners en de rensters. Ja, en laat ons hopen dat ze dan eigenlijk, vind ik persoonlijk, niet start morgen. Omdat dat zou een fout signaal zijn naar de renners toe, vind ik zelf. Waarom? Ik ben er vrij kort in misschien, maar als je ziet, dat zijn rensters die hier moeten thuisblijven voor een garme €50. Omdat het budget het niet toelaat, wat ik begrijp. En dan weet je op voorhand al, voordat september is, dat je enkele rensters of renners, wat gebeurt bij de mannen ook, zie dat ze contracten hebben en 9 kans van de 10 al zie dat ze in één keer ziek worden. Dus het kan wel. Maar dan moeten ze misschien een reglement gaan invoeren dat ze ziek zijn, dat dat voor een heel weekend telt en niet voor één dag. Zo'n beetje zoals in het voetbal. Als je met je ploeg niet kan rijden, dan met je ploeg niet kan voetballen. We zitten in de koers, daarom dat ik rijden zeg. Als je met je ploeg niet kan spelen, dan ook niet met de Rode Duivels. En omgekeerd, terwijl Arzufi weggereden is van haar 2 collega's achtervolgers. We zien ze daar in de achtergrond. Elle Anderson op kop met achter zich Alvarado. Zij in 5e en 6e positie. En als je ziet, gelijk Arzufi ook, je ziet dat ze heel veel op de weg heeft gefietst. Hè. Ze wordt gewoon laten cross 2 uur duren en ze zit van voor. En mijn broer Bert is er ongelooflijk hard mee bezig met toch die techniektraining aan te leren. En ik denk wel dat daar voor haar en voor haar toekomst, en zeker als ze 2 jaar bij dat team zit, dat toch wel zijn voordeel gaat hebben. En als je dan die power er bovenop gooit dat ze al heeft op die leeftijd, Dan zie ik haar wel verder geraken. En het is bijten voor Joyce van der Beke. En de leider in de cross. Terwijl we daar terug bij Kim van der Steenen en Helen Wyman zijn. Dit is de leider, Sanne Kant. Sanne Kant weer wat weggereden. Ze kijkt ook even om. Waar zit Ellen van Looy? Wel, ze zit weer wat verder. Heeft het gezelschap gekregen van Lou Sels.
Dus Sanne Kant wat weg van haar medevluchters. Ja, je ziet ook die techniek van Sanne. Dat is eigenlijk nagenoeg perfect. Hè. En na vorige week toch wel even een slagje gekregen te hebben. Dan staat er een hele sterke man, haar broer Kevin. Is toch wel een heel belangrijk persoon in haar leven, denk ik. Omdat ik ken Kevin ook goed. We waren vroeger ook trainingsmakkers en zo. En dan zie je dat hij toch... Ja, ze blijven gewoon nuchter. En ook al ben je wereldkampioen, dan kan het een slecht weekend zijn. Maar dan zie je dat toch wel op een weekje tijd heel rap kan veranderen. Ja, en Jan Suikens die staat daar ook in de materiaalpost waar ze zo net gepasseerd zijn. Hoe zit het met de tijdsverschillen, Jan? 5 seconden, Marijn, tussen Sanne Kant en eerste achtervolgster Ellen van Looy. Arzoufi die volgde op 1 seconde of 20, dus die doet niet meer mee voor het podium, denk ik. Maar vooraan kan alles nog. Ja, en Sanne Kant daar op het wasbord even wat haperend. En dan zie je dat als je daar de snelheid verliest, dat is zoals het bij BMX'en, als je de snelheid verliest en je hebt die vlotte tred met je handen, met je polsen niet meer, dan val je stil en dan komen ze heel dichtbij. Ja, en ze zat gewoon niet aan haar pedaal. Hè. Vanaf dat je in die pultjes begint die pedaal maar eens te zoeken. Hè. Dat is nu juist de look. Dus dat gaat in 1 keer van 5 seconden naar 3 seconden gaan, of zelfs 2 of niks missen. En dan komt die zandbak eraan, waar Ellen van Looy de vorige ronde beter was dan Sanne. Dus ik zie Ellen terug op het wiel komen na de zandbak. Ja, en dat geeft vertrouwen natuurlijk. Dat daar voor jou dat daar wat moeilijker ging. En ze komt er nu bij. Lucels geeft zich ook nog altijd niet gewonnen. Blijft ook nog meedoen voor het podium. En voorlopig gewoon alle drie nog voor de zege. En Sanne Kant snel weer van de fiets. Lopend. Dat gaat wel vlot, dat lopen. Die kracht die heeft ze. En dan Ellen van Looy erachter met Lucels. Nu alle drie met de fiets op de schouder. En daar komt Arzoufi. Arzoufi ook van de fiets. Ja, niet volledig op het wiel. Dus het zijn nog altijd een paar meters. Hè. En dat is zoals op de wegkoetsen. Je kunt de gat dichtpoeven van 30 seconden. Maar het komt op 10 meter. En dat zijn de moeilijkste 10 meter. En ik denk dat deze terug opnieuw zo het geval is. Van de zandbak. Dat heeft voor weinig verschil gezorgd. En ik denk zelfs meer voordeel in Sanne Kant. Dus het is maar 2-3 seconden. Maar het blijven 2-3 seconden. Dus het is hard tegen hard. En, ik vind dat wel veel mooier dan dat iemand een minuut wegrijdt. Ja, zeker weten. Oeh, en Arzoufi gaat daar onderuit voor ze aan de trappen komt. In die bocht voor de trappen. En zij krijgt ook zo meteen opnieuw het gezelschap. En hier gaan we nog eens kijken. Ja, dat is daar in die laatste bocht. In dat klein beetje gladdere modder. Ja, en ik zeg altijd tegen mijn rensters, en de meesten weten het wel, maar alles wat bruin zich schuift en... En als je ziet, uit groene gras, dan mag je op rijden wat je wilt, dat schuift gewoon niet. En dat pak je gewoon mee en nu zal ze dat geen tweede keer meer doen. Maar de uitspraak was misschien wat ongelukkig. Nee, maar het illustreert perfect wat je wil zeggen, Geert. En het is ook wellicht dat wat Bart wel eens perfect probeert te illustreren aan Arzoufi wanneer hij haar bochtentechniek nog wat bijbrengt, wanneer hij die probeert te perfectioneren. Je kan het hem misschien straks eens even zeggen. Bart, ik heb een goede uitspraak om Arzoufi. Je moet het alleen nog even in het Engels of in het Italiaans leren zeggen. We hebben het er gisteren nog over gehad. Ik wil ze zoveel toeroepen, maar ja, mijn Engels is dan ook niet zo goed. Maar ja, ik ben net hetzelfde. En als dat dan op zijn Vosselaars Engels is en een Italiaan die dat dan ook eens moeilijk Engels kan, nou, dan begint het moeilijk te worden. Maar ja, de taal van de cross is overal hetzelfde, denk ik. Dat is waar. En haar Engels valt eigenlijk heel goed mee, want op de ploegvoorstelling, daar pakte ze eigenlijk meteen iedereen in. Iedereen was meteen verkocht natuurlijk. Ze ziet er ook goed uit, ze kan het goed uitleggen. Maar ja, haar Engels was goed en een enorme aanwinst ook voor de ploeg, denk ik. Op allerlei gebieden. Ja, en ook voor de cyclocross. Het is wel een Italiaanse die we eigenlijk al niet veel gezien hebben in de laatste jaren. En is dat toch wel leuk dat er weer een internationalisering bij komt. En zoals je ziet, als er eens 1 of 2 Belgische meisjes minder zijn, zoals vorige week in Gieten, dan zie je toch direct dat er in 1 keer geen België meer tussen zit. En dan beginnen we toch stilgens na te denken van oei, waar zitten de rest van de vissen in de grote vijver? Maar als we dat heel cru moeten stellen, van echt het jeugd talent dat opkomt is na Laura Verdonschot, dat gat is enorm groot, dus daar moet dringend aan gewerkt worden. En dat zeg ik al een paar jaar. Maar dat gaan we niet
kunnen verwerken met iedereen gelijk te stellen aan prijzengelden. Want dat is eigenlijk al voor de mensen aan de top zitten. En het is de jeugd, dat moet gescout worden en getalenteerd jeugd zoeken. Vanaf als ze 12, 13 jaar zijn, wat ze op de piste doen met Jolien Doorn en Lotte Kopecky. Dat heeft ook pas nog 5, 6 jaar zijn vruchten afgeworpen. En dan moeten ze in de cross net hetzelfde doen. Maar ja, daar kunnen de ploegen niks aan doen. Kunnen de meisjes niks aan doen. Maar dat zal van de wielerbond moeten komen. Zij onderweg naar de laatste passage. Nog één ronde voor Sannekant. Ze keek om en Ellen van Looy en Lou Sels zitten nog altijd op goede afstand. Ze zitten op 3 seconden van Sannekant. Laura Verdonschot, voor zij die zich afvragen waar zit zij. Geert Welles vermeldde ze zo net. Laura Verdonschot, ja, heeft een moeilijke periode. Nog goed begonnen in Kesselfort, tweede daar na Ellen van Looy. Maar dan steeds minder. Vorig weekend in Neerpelt nog wel gedragen door de supporters uit Limburg, uit haar Limburg, naar een 7e plaats. Maar ze zei, ja, als ik die supporters niet had gehad, had ik misschien zelfs gewoon niet uitgereden. Dan in Gieten werd het helemaal niks. En dan nu maar even wat rust ingebouwd. Zowel vandaag als morgen bloedwaarden laten onderzoeken. Die resultaten moeten nog komen. Maar even wat rust inbouwen. En vandaar niet hier. Arzufi wel. Zij in 4e positie. Zij in 4e positie voor Ella Anderson. Die kijkt even om. Waar zit Alvarado? Alvarado in 6e positie. En hier de kop, of de twee achtervolgers, Ellen van Looy en Lou Sels. Hier op dat Robinson-eiland met dat draaien en dat keren en dat op en dat af. Zij achter Sannekant, want de laatste ronde, de tijd begint te dringen als ze nog willen meespelen voor dat hoogste podiumschavotje. Ik denk dat Ellen, ze blijft wel knokken en als Sanne geen foutje maakt, dat dat toch bij die paar seconden zal blijven. Want Ellen vroeg daar juist aan Loes voor over te pakken op de piste en ze bleef vast zitten. Dus ik denk dat Loes nu al misschien bezig is met die tweede plek. En dan op dat vlak wel de slimste cross aan het rijden is. Maar Sanne mag toch geen materiaalpech of foutje maken, want dan zitten ze redelijk kort. Maar ze bouwt er weer twee secondjes erbij. Dus voor dit dichterij zonder pech. Ja, Sanne gaat ook niet zomaar stilvallen. Dus, naartoe rijden, dan moet er al pech of materiaalpech mee gemoeid zijn. Ja, 6 seconden nu voor Sannekant. Zij rijdt niet binnen, bijna niemand rijdt binnen. Of je moet echt brokken hebben, anders doe je op dit parcours doe je er zeker geen profijt mee met binnen te rijden. Want het is niet nodig, de modder is zeker niet van dat kaliber. Dat bruine goedje waar je altijd over uitschuift, dat is niet van dat kaliber vandaag. Om constant van fiets te wisselen. Een beetje glad is het wel, maar Sannekant hier op het wasbord. Een betere passage dan daarnet, dat was wel op het tweede deel. En Ellen van Looy en Lou Sels. Zij op weg naar de strijd voor de tweede plaats. Want Sannekant lijkt weg voor die eerste plaats. Bij hen gaat het nu over de tweede plaats. Ja, het is toch al het bekende, een hele strook van dat wasbord. En Sanne lijkt mij dat toch al 2-3 keer naar beneden heeft gezien, naar het versnellingsapparaat. Is dat nu om te kijken van welke tantes ligt of speelt een beetje tegen. Maar ja, ze zit nu niet in de situatie om te wisselen, want dan is ze terug kwijt. Dus dan beter met een versnellingsapparaat dan maar half werk voortrijden, dan wisselen. Dan is het niet zeker dat je de overwinning binnen hebt, dus het is een beetje gokken. Ik kan er ook naast zitten, maar je ziet ook van, ik denk dat er nu niks meer gebeurt, dat die plaats al vast ligt. Alleen voor plek 2 is het toch nog wel een beetje spannend. Ja, tussen Ellen van Looy en Lou Sels. Ellen van Looy neemt nu opnieuw een paar metertjes. Ellen van Looy is de beslissing aan het forceren om naar die tweede plaats te rijden. De eerste plaats is weg. Zonder ongelukken is die voor Sannekant. En Ellen van Looy is nu aan het wegrijden van Lou Sels. Hier de zandbak. Nog een belangrijke passage. Zowat de laatste belangrijke passage voor de balkjes. Ellen van Looy rijdt er ook niet ver door. Dan lopen en Lou Sels ook. Allebei de fiets op de schouder. En Ellen van Looy weet dat het nu snel moet gaan. Dat het nu snel moet gaan, omdat dit wel de beslissing zou kunnen zijn voor de tweede plaats. Lou Sels springt meteen op de fiets. En Sannekant, zij lijkt op weg naar de zege. En dan is alles wat de afgelopen dagen misschien in haar hoofd speelde na Gieten, zal dan wel weer opnieuw vergeten zijn. Want soms speelt dat ook gewoon in het hoofd. Is dat niet fysiek, maar begint dat in het hoofd te spelen. Meteen even wat twijfelen. En Lou Sels geeft zich nog niet gewonnen. Huppelt op die trap. Korte stapjes naar Ellen van Looy. Maar het blijft wel een metertje of 4, 5, 6, 7.
en na die bocht weer wat sneller optrekken door Ellen van Looy. Ja, je ziet nu, ze is al een rappe ronde bezig. Dus het is half niks en die zandpassage, dat, ja, ze liep daar eigenlijk echt wel stevig door. En het zijn die dingen, als je daar parcours een beetje indeelt en je kan zo enkele stukken, zo'n 100 meter, echt doortrekken, ja, dan pakken ze je nooit meer terug. En hier zie je de verschillen goed in het bos. 7 seconden nog altijd voor Sanne Kant. En Lucels, die probeert naar dat wiel van Ellen van Looy te gaan. Probeert nog mee te spelen voor die tweede plaats. En zij gaat zich de eerste plaats niet meer laten afpakken. De laatste keer langs de materiaalpost, moet ik zeggen. Want erdoor rijden ze niet. En Ellen van Looy, verbeten blik. Maar Lucels, ze blijft azen op dat ene kansje dat ze krijgt. Even achterom loeren. Het was niet echt achterom kijken. Tom van Laar, de vriend van Ellen van Looy, even roepen. Kom aan, Ellen. Ja, het is ook... Die zijn nu al aan het putten voor de tweede plek. Want ze weten ook van, naast de voetbalweide, vlak voor de brug, daar moet je gewoon aan kop zitten. Want als je eerste op de piste draait en je blijft binnenkant houden en je voelt ze langs buiten komen, dan ga je gewoon mee naar buiten. Een beetje tactische deurlicht doen. Dus als je eerst op de piste draait, dan ben je normaal gezien altijd tweede. Als je daar tweede op draait. Dus ja, dat weet Ellen ook, maar Loes weet dat ook. Dus dat zal nu toch wel spurten zijn voor die brug of naast de voetbalveld toch te pakken. Maar als ze niet op het wiel zit, dan zal het een moeilijke klus worden. En Sanne Kant blijft proberen om te kijken onder de schouder, over de schouder. En ze ziet daar Ellen van Looy met Lucels in haar wiel. Maar Ellen van Looy lijkt als eerste op te draaien. En dan is het standhouden. Dan is het zo meteen op de piste na deze brug. Dat is de laatste brug die ze nog moeten doen. Hier nog een gedubbelde renster. Sanne Kant gaat er voorbij. Even oppassen dat je ook Ellen van Looy en Lucels laat passeren. En ze zit niet echt op het wiel, dus voor die 5 meter goed te maken, dat zal nooit niet lukken. Ellen is niet iemand dat stilvalt, dus het zal zo blijven. En Sanne Kant is al op de atletiekpiste en hier Ellen van Looy. Zij lijkt genoeg voorsprong te hebben op Lucels. Even omkijken nog. En zij gaan ook naar de finish. De eerste plaats is voor Sanne Kant. Handjes in de lucht, derde zege van het seizoen. En de tweede plaats voor Ellen van Looy. Vorig jaar won zij hier nog, toen geen Sanne Kant. Lucels derde, knappe strijd van alle drie. En Alice Maria Arzufi op weg naar de vierde plaats. Knappe vierde plaats, later aan haar seizoen begonnen. En zij wordt vierde hier. Handje omhoog, ook zij tevreden. Ella Anderson, zij vijfde. En dan is het wachten wellicht op Alvarado. En hier Sanne Kant en Lucels al even babbelend. En hier komt inderdaad Alvarado. Ceylin del Carmen Alvarado, moet ik helemaal zeggen. De dame uit Rotterdam. En hebben er een mooie cross op zitten. Kim van de Stenen, Helen Wyman. Zij worden zesde en zevende, als mijn wiskunde mij niet in de steek laat. Ik denk zelfs zevende en achtste. En opnieuw een podiumplaats voor Lucels en Krelan Charle. Maud Kapteins die pakte vorig weekend zelfs de eerste zege voor de ploeg. Voor Wout van Aert dus nog. Maud Kapteins, winnares in Gieten. En een handje van Ellen van Looy voor Sanne Kant. Zij, uiteraard, zij stapelt de podiumplaatsen en de zeges op. Joyce van der Beke komt ook over de finish. En wat een seizoen ook voor Sanne Kant en de ploeg. Voor beide ploegen dan eigenlijk. Voor de mannenploeg en de vrouwenploeg. Van Beobank Correndon en van Ico Enertern. En hier nog een spurtje voor een mooie ereplaats. Monique van der Rey, zij wint hier het spurtje voor, wat zal dat zijn, een plaats of 12-13. En Jan Suikens, die staat ongetwijfeld bij de winnares, of die zit bij de winnares, bij Sanne Kant.
inderdaad, Marijn Sannekant die hier nog even zit uit te hijgen van die snelle laatste ronde, want die moest er wel uitkomen om te winnen, niet Sanne? Ja, ik maak in de voorlaatste ronde de tweede keer het wasbord, vind ik mijn pedaal niet en ik begin daar eigenlijk vrij te sukkelen. Ik kreeg mijn zadel redelijk hard in mijn rug ook en mijn kleine voorsprong was plotseling weg. Dus zorgde ervoor dat ik in de laatste ronde ook nog even al was dat ik kast moest halen om terug weg te rijden. Je was niet zo heel sterk weg. Was het dan een kwestie van geduldig opschuiven of hoe zag jij dat? Goh ja, niet echt. Ik was in Gieten ook heel slecht weg, dus ik snapte eigenlijk niet echt heel goed wat er aan de hand is. En in Gieten was het probleem dat de marktkapitein al direct wegwezen in de eerste ronde. En ik had vandaag in de eerste ronde zo even hetzelfde gevoel. Ik zeg nu is te hopen dat Ellen niet direct wegrijdt. Want dan wordt het natuurlijk moeilijk op zo'n snelle omloop om dat weer dicht te krijgen. Dus ik wou zo snel mogelijk naar voren. Maar als je al twijfelde na Gieten, heb je die met deze winst toch wel even weggeveegd, die twijfels? Ja, ik had de indruk dat ik er halfweg wedstrijd ook een beetje doorkwam. Dus ik hoop dat ik de ziekte er een beetje heb kunnen uitrijden. En dat mijn morgen ook niet te veel parten speelt. Maar elke overwinning dat ik haal, ben ik blij mee. Dus ook met de dingen. Ja, want je was een beetje verkouden, gaf je voor de start al aan. Heb je er veel last van gehad? Ja, toch een beetje het gevoel dat de luchtwegen toch niet helemaal doen. Dat ze normaal zouden moeten doen. Ik moet af en toe mijn neus snuiten onderweg. Dat is niet echt heel mooi op beeld. Maar ik kan er ook weinig aan doen. Ik moet de zijdoek meenemen. Die is ook nogal appetant. Dus ik moet er toch iets mee doen. Dankjewel, Sanne. En Sannekant, die 3 dagen verkoudheid... Ik hoor niks in mijn oren van Fung. Sannekant, die 3 dagen verkoudheid... die lijken toch niet zoveel vat op haar te hebben. Nu, het is een goede omloop om een beetje verkouden te zijn, zei ze ook vooraf. Liever hier verkouden zijn dan op een heel zware omloop, zoals morgen. En Ellen van Looy, ook zij, zit of staat bij Jan Suikens. Ja, Ellen, met een gehavende knie. Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Ik ben niet eens zinnig dat ze het bloed... Nee, natuurlijk. Ik ben er alweer een slipper. Ik ben er precies mijn handelsmerk ook van aan het maken. Stomweg weggeschoven. En verlies ik wel mijn leiderspas mee. Misschien had ik ze niet kunnen houden, maar ik had toch al een mooi gatje bijeengereden. Ja, want je leek op weg op een bepaald moment naar winst. Hoe simpel was het? Maar het was nog wel vroeg in de wedstrijd, denk ik. Sanne had misschien een minder goede start, maar ik kwam wel razendsnel opzetten. Maar ook voelde me terug goed. Ik voelde me hoe dat ik eigenlijk voor neerpad me voelde. Het is jammer dat het op zo'n manier moet gebeuren. Maar ik ben blij dat ik toch nog kunnen doorzetten heb en zo snel mogelijk terug aan de leiding. Oké, dan kan ik zelf ook tempo bepalen. Ik merk dat ik in de zand dat ik ook wel waarom niet beter was. Maar en ook zeker op het wasbord was ik toch wel sneller. Zeker in de zandbak kon ik ook wel goed op de voeten. Dus probeer ik het daar maar als eerste altijd in te gaan. Je opgave in Gieten is bij deze weggereden? Die had ik al in Gieten achtergelaten. Maar bij deze is hij inderdaad helemaal de kop ingedrukt. Veel succes nog. Ja. Dankjewel. Ellen van Looy, ze had die opgave in Gieten al achtergelaten. En zoals ze zelf zegt, nu is het helemaal... vergeten. Nu is het helemaal vergeten en vergeven. Dat moet je over een opgave misschien niet zeggen, maar in ieder geval weggewist. Zowel bij Sannekant als bij Ellen van Looy een hele opsteker. Na een wat moeilijkere week er nu opnieuw staan in deze cross. En dat is alleen maar goed voor het kopje. En we gaan er even uit. Zometeen zijn we bij u terug voor uiteraard de mannen, voor een voorbeschouwing op de mannen en wat wellicht een spannende cross wordt, want het begint hier steeds meer te regenen. Je ziet ook de paraplu's, je ziet regen in het water. Dus we gaan naar een spannende cross. Tot zometeen. Welkom terug in Meulebeek, waar het inderdaad meer en meer begint te regenen en waar we meer en meer echt veldrit weer krijgen. Het begint vettig te worden op het parcours. We gaan nog eens kijken voor de volledigheid naar de top 10 bij de vrouwen. Zoals daarnet gezegd, winnares de wereldkampioenen. Sannekant voor Ellen van Looy en Loucel. Zijn op de 4e plaats. Alice Maria Azoufi Andersen, 5e. Carmen Alvarado, 6. 7. Kim van der Steenen, Wyman van der Beke en Betsema, die wordt 10e.
Bij mij intussen Bart Welles. Bart, jullie worden knap vierde na een hele mooie race bij de vrouwen. Ja, ik was al content dat Arzoufi mee was in de start, terwijl dat in Gieten vorige week niet was. En dan maakte ze een spijtige val aan de trappen, waar dat ze denk ik wel de aansluiting mist met die top 3. Maar ik denk dat we content moeten zijn. En ik denk dat Alice iemand is die heel veel moet crossen. En ik denk dat dat gewoon nu goed is dat het elk weekend twee keer kan zijn. En dat ze normaal gezien elke week verbetert. Absoluut. En ook altijd op de rivier bij ons. Ook leuk voor de vrouwen om in beeld te komen. Het parcours, Bart, begint vettig te worden. We gaan iets anders krijgen dan verwacht. Ja, ik denk dat je iets anders gaat zien als bij de vrouwen. De snelheid gaat veel hoger liggen. Er gaat veel harder op het scherp van de snee gereden worden. Dus ik denk sommige bochten, vooral degenen die hier tussen ons eigenlijk op die heuvel hier liggen, op het grasplein, dat gaat echt wel heel hard schuiven. Het wordt meer en meer regen. Bij de vrouwen was het eigenlijk niet zoveel. Maar ik denk dat dat vooral gaat... Allee, dat we dat gaan zien, want de jongens hebben getraind met droge omstandigheden. En ik denk dat ze, degene die nu geen tour gaan doen, gaan misschien wel verschieten in die startronde. Oké, we gaan eens luisteren naar een interview met wereldkampioen